Miranda. Wacht even, ik ga wisselen. Hey. Hoi. Even mijn bril omhoog. Ik kan jou niet zien. Kun je mij niet zien? Nee. Oh, wacht even. Ik moet volgens mij veeg omhoog omwachten. Even kijken. Nu kun je me wel zien, hè? Ja, nou zitten we er samen in. In het vakje. Hoi. Moet je kijken. Hoi. Hier. We zitten bij de VNG. Oh, ik zie het, ja. Waar is dat? Het komt me heel bekend voor. En ik ben bijna geschokt, jongen. Dan zijn wij toch in de armoei gestort door alle ellende. En dan kom je hier en het is echt zo mooi en zo luxueus en zo prachtig. Ik vind het bijna pijnlijk. Ja, ja, dat snap ik. Uit 40 soorten koffie kun je kiezen, bij wijze van spreken. En, een bank die ik graag thuis had staan, waar ik nu heerlijk op zit. Ik weet niet of je hem daar kan zien. Ja, die zou leuk passen. Die past wel leuk in je huis. Ja, daar zijn we ook hard aan toe. Maar gaat hem niet worden. Ja, Doken zit nu met de EO voor de opname in gesprek met Peter Dijkshoorn. En hiernaast zit naast me nog een meisje die ook meedoet aan de serie van Janneke en de jeugdzorgtapes. Hele lieve meid, echt. Oké, okay, leuk. Ja, die net even in beeld was, of niet? Dat dacht ik. Ik zag het nog vast dat niet, die zei die net even in beeld was. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, dat wist je niet. Oh, dat maakt niet uit. Oh, dat, als je zegt, nee, het maakt niet uit. Nee. Ja, dat is ze, ja. Ja. En, het is echt, ik reed mijn dook hierheen en ik zit alles een beetje na te kouwen. En dan denk ik, jemig, hoe moet je in godsnaam naar buiten brengen wat dit doet? Want ik was heel... Ik heb voor het eerst zelf ook nu op LinkedIn gepubliceerd wat mijn eigen achtergrond is. We zijn 36 jaar verder, niets veranderd. En wat ik zei, dat ik gewoon met het geld van Commissie de Winter voor je eigen mishandeling, misbruik, verkrachting in de jeugdzorg, een lening als onderpand om dezelfde ellende van mijn dochter om de hulp te kunnen regelen. En nog geen cent, weet je? Nog niks wat echt nodig is. Niks wat. En na alles wat er gebeurd is. Ik weet niet eens hoe ik het uit moet leggen. Nee, dat snap ik. Het is ook moeilijk. Waar moet je beginnen? Weet je? Want het echt duidelijk maken naar mensen die het niet meegemaakt hebben. Dat is bijna een onmogelijkheid of zo. Zo voelt het ook. Ja, ik was een aantal stukken nog aan het lezen en dan zie ik reacties. Mensen hebben geen idee wat voor een parallelle wereld er naast die wereld bestaat. Als ik jeugdzorgmedewerkers zie reageren, zelfs mensen die in het vak zelf zitten, die het echt niet zien, echt niet begrijpen. Nou, en wat ik ook heel bijzonder vind, is dat de verhalen niet naast elkaar mogen bestaan. Dus... Er wordt altijd maar gezegd, ja, maar er gaat zoveel goed. Ja, maar de dingen die echt fout gaan, die mogen geen stem krijgen. Die worden bijna weggepoetst alsof het niet bestaat. Ja, dat. Daar heb ik heel veel verdriet van. Heel veel verdriet. En dat maakt het heel moeilijk om die gesprekken te blijven voeren. Want... Ja, ik denk ook dat je heel bewust, tenminste dat doe ik zelf, heel bewust moet kiezen met wie je het gesprek nog aangaat. Want er zijn gewoon veel mensen die bewust en onbewust gewoon niet kunnen of willen aanhoren wat er echt bestaat. En dat er gewoon een heel diep leed is als je binnen dat ketenpartnersysteem terechtkomt, waarin er niet geluisterd wordt, maar wel geoordeeld. En je eigenlijk je autonomie als mens, als kind, maar ook als ouders, gewoon van je afgepakt wordt, omdat er niet geluisterd wordt. En wel voor je ingevuld en geoordeeld wordt. Over wie je bent als moeder en over wie je bent als gezin. Dossiers waarvan alles in verzonnen wordt, waar je jezelf niet eens in herkent als gezin en als moeder en als kind. Maar er wordt gewoon geoordeeld zonder dat men enige kennis van zaken heeft.
Nou, zelfs inderdaad zover wat je net zei, dat het zover voorbij zelfs een denkbare realiteit te gaan. Dat zelfs een rechtgeaarde psychiater zich in zijn graf nog om zou draaien. Dat wat ze bij elkaar verzinnen niet eens in één mens zelfs verenigd zou kunnen zijn. En dat het allemaal inderdaad de grootste verzinsels zijn. Om je daartegen te verweren, en zeker als dat jarenlang is, dat bijna... Ik zat in de auto op weg hierheen te denken dat het bijna voelt als een soort... De ervaring is van een soort stelselmatig gangstalking. Het houdt niet op. Nou ja, en stelselmatig ontkennen van wat er echt is. Ja. Weet je, want je kan als hulpverlener kan jij je eigen visie hebben. Maar dat ontneemt niet dat datgene wat dat kind en die ouders vertellen, dat er echt is. Dat zou gewoon je uitgangspunt moeten zijn als hulpverlener. Alleen dan kan je dingen echt oplossen. Ik heb het idee dat we zijn nu 5 jaar verder. En zelfs dat is nog nooit echt ter sprake gekomen. En toen het ter sprake kwam, werd het onmiddellijk weer gekaapt. En is het nodig van, het is bijna een soort kunstje dan. Het mag even gezegd worden, maar vooral niet te hard. En dan weer over tot de orde van de dag. En je ziet dat het weer precies hetzelfde gaat. En dan is de orde van de dag is hoe het systeem bedacht heeft, het ketenpartnersysteem met elkaar, hoe ze bedacht hebben dat het moet zijn. Dat. Dus dan kan je eigen stem wordt sowieso nooit gehoord. En de stem van het kind ook niet. Nee, en dan gaat het zelfs zo ver dat als je dan hele verschrikkelijke dingen meemaakt of mee hebt gemaakt, en dat vertrouwen al zo diep geschaad is, dat je ook niet meer kunt zeggen van, goh, we gaan nog even gezellig naar de pijpen dansen. Het is heel moeilijk om in vertrouwen contacten op te bouwen. Dus je zult bepaalde therapeuten zoeken, bepaalde hulpverleners, waar in ieder geval dat stuk gewaarborgd wordt. Omdat het een heel pijnlijke plek is. Maar ook zelfs die ruimte, zelfs dat deel wordt niet begrepen. Zelfs dat wordt nog ingevuld. Alsof iedereen die rondloopt maar zou moeten kunnen passen. Je over je meest intieme zaken maar met Jan en Alleman zomaar zou kunnen praten. En zelfs dat, als zoiets cruciaals niet eens begrepen wordt. En er op het moment ook voorbij gegaan wordt aan iets zo bazaals als vrije artsen- en behandelaarskeuze. Wat fundamenteel is. En zeker bij slachtoffers van geweld, van misbruik. Ik vind dat een heel lastig punt. Klopt. Als je daar niet kan komen en er in zo'n keten 20, 30, 40, 50 mensen kunnen zijn die maar voor jou blijven beslissen, zelfs op dat niveau. Dat het zoveel tijd gaat kosten dat je alleen maar met die mensen bezig bent in plaats van inderdaad op te lossen wat er ligt. Maar het lost dus niks op. Nou ja, en dat het uitgangspunt, of je het nou hebt over de jeugdzorg, over de GGZ, over... alles waar je als kind of gezin ondersteuning in nodig hebt, zou uit moeten gaan van je autonomie als mens. Want alleen dan kan je herstellen. En binnen het hele systeem merk je dat heel weinig mensen begrijpen dat je daar moet beginnen. Want mensen vullen in voor jou. Mensen gaan voor jou bepalen. Vinden dat zij kunnen bepalen welke zorg je nodig hebt. Als je dat doet, dan kan je nooit als kind of als gezin kun je herstellen van wat je meegemaakt hebt. Want het begint bij je autonomie als mens. En als je daar niet begint, kan je dus nooit herstellen. En het is niet beginnen. Ik denk dat altijd de basis op elk moment, op welk punt van die hele route dat ook is, zou moeten zijn. En die zijn dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ik zie nu overal teksten ook. De ouders, die moeten meegenomen worden. Ik vind dat zoiets. En dat moeten we niet vergeten. En dat zijn serieuze teksten. Maar daar gaat het al mis. Want daar gaat het al mis. Want dan is je uitgangspunt is al niet degene waar het over gaat. Dus als jouw uitgangspunt is dat je iemand moet meenemen, dan heb je het niet begrepen. Want je moet beginnen bij die mens waar het over gaat. En die mens moet vanuit zijn eigen autonomie zijn eigen keuzes kunnen maken over welke hulp passend is en welke ondersteuning passend is bij dat kind en dat gezin. Als dat je uitgangspunt niet is, dan is het bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
En ik denk ook dat daar, dat het de basis is van het conflict. In de basis al, van in de oorsprong al. Ja, daar begint vaak het conflict. Daar start het conflict heel vaak. Het conflict, dat zit er al in. Daar begint het niet. Het is niks anders dan een conflict. Omdat het recht tegen alles ingaat. Elke vorm van gelijkwaardigheid inderdaad, waarin de autonomie van elk mens inderdaad gewaarborgd blijft, ja, is weg. Dus... Nou ja, en daar gaat het, wat jij zegt, dat is het dus. Het gaat over gelijkwaardigheid. En zo snel als dat er niet meer is, en dat gebeurt al heel snel als je niet uitkijkt, als die gelijkwaardigheid weg is, dan kun je al bijna niet meer tot het juiste komen. Want je neemt de ander al niet meer als gelijkwaardig, maar jij bent... staat al boven die ander. En dan kan je het eigenlijk al niet meer oplossen. Ik denk dat het een hele simpele conclusie is. Hoor je mijn hond? Nee. Wacht even. Is het snuffel? Die zit mijn aandacht op te eisen. Heel goed. Ben jij stil nu? Ja. Ik denk dat het in de hulpverlening altijd eigenlijk gaat over beschikbaarheid, bescheidenheid. Je opstellen als je in een gezin komt dat je te gast bent en niet dat jij gaat bepalen in een gezin hoe dat gezin moet leven. En hoe de normen en waarden in dat gezin moeten zijn volgens je eigen visie. En het gaat over beschaafdheid. Dat je het nooit beter weet voor een ander als mens. Het is het leven van die mens zelf. En daar kan je wat van vinden, daar kan je over oordelen. Maar dat wil niet zeggen dat jij gelijk hebt in wat jij denkt over die mens of over dat gezin. Het is maar een aanname van jezelf. Het is door je eigen bril, door de bril zeg maar, die je op hebt, wat je ziet. En ook door bijvoorbeeld als je met hulpverlening te maken krijgt, die zelf hulpverlening is geworden omdat zij bepaalde dingen zelf meegemaakt hebben... dan moet je ook als hulpverlener in staat zijn om niet door je eigen, om door je eigen trauma's heen te kijken... en niet die te projecteren op het gezin waar je mee te maken krijgt. Dat zie ik ook nog wel eens vaak gebeuren. Nou, dit is niet eens vaak. Ik denk dat elk mens heeft natuurlijk dat soort stukken, elke hulpverlener ook. Dus ik denk dat dat altijd ter sprake is en dat dat door elke hulpverlener de basis zou moeten zijn... en die basis er dus nu niet is. En dan krijg je inderdaad de projecties van allerlei ervaringen in mensen zelf. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk in de hulpverlening, ook buiten de hulpverlening, in elk mensenleven, inderdaad, wat je zei. Ja, dat is in dit soort situaties 100 keer belangrijk. En dan krijg je natuurlijk zoiets nog als het hele gedoe nu met ervaringsdeskundigheid. Dat je soms echt meer hebt aan iemand zonder papieren. Die werkelijk van binnen en van buiten iets heeft doorleefd, doorwrocht, maar echt en echt heeft afgerond en situaties herkent zonder te projecteren. Wat een immense hulp kan zijn, wat nu ook weer een fabriek aan het worden is bijna, met van alles en nog wat, terwijl deze mensen in heel veel situaties, ook voor jongeren, ongelooflijk veel zouden kunnen betekenen. Maar we zijn weer geneigd om het stempels te geven, predicaten te gaan geven. Ik vind dat een hele verkeerde zaak. Ja, dan moet je weer aan normen, moet je als ervaringsdeskundige aan bepaalde normen voldoen. Terwijl ik denk, sowieso vind ik dat hoor, in onze hele maatschappij, het is dan ook een maatschappelijk probleem, dat we als maatschappij niet genoeg omkijken naar elkaar als medemens. Weet je, wat heeft je buurman of je buurvrouw nodig? Kan je daar iets voor doen? Het is een hele egocentrische maatschappij. Wat ook een oorzaak is van hoe we in dit systeem met elkaar omgaan. Dat zou sowieso heel anders kunnen als mensen... zonder dat ze ook iets terugverwachten, gewoon iets voor een ander doen. Gewoon er zijn. Gewoon dat, zou ook dat gezin, dat gezin wat bijvoorbeeld moeilijk is, waarvan mijn moeder ziek is, dan ga je s'avonds een keer koken. Of dan ga je een keer eten brengen. Gewoon omdat het nodig is. Gewoon de basale dingen
waar mensen echt wat aan hebben. Maar in plaats van kinderen uit huis geplaatst. Honderdduizenden tafelgesprekken, ronde tafelgesprekken, MDO-overleggen, waarover mensen gepraat wordt veel te vaak. En wat gewoon niet echt de hulp is waar je op zit te wachten. Want je wilt gewoon in de situatie zelf geholpen worden. Ja, wat je nu zegt, die vind ik heel ook. Dat vind ik een hele mooie ook nog. En bizar. Dat er duizend dingen worden benoemd en gedaan, maar de hulp die vaak gevraagd wordt heel praktisch is. Ja. Ongelooflijk praktisch in de zin van ondersteuning. En dan is er direct een probleem met financiering. Want je kan zomaar allerlei bobo's en nono's aan je tafel. Iedereen wil eindeloos praten. Nou jongen, het dag en nacht het liefst alleen maar praten. Maar vaak is het heel praktisch doen. Maar ook vanuit jongeren zelf bekeken en kinderen zelf bekeken. Afleiding hebben. Een hele fijne plek waar je heen kan gaan. Met mensen die niet aan je peuteren, maar waar je gewoon tot rust kan komen. Waar heel weinig hoeft, maar je dingen kan doen die je uit jezelf zou willen doen. Dat moet dan allemaal ook weer in een model gegoten worden. Dat moet een sausje krijgen, dat moet een plan opgezet. Het is allemaal zo'n gesodemieter. Dat je inmiddels gewoon 300 uur alleen al boekhouding hebt, plannen aan het schrijven bent en de rest. Terwijl je al dat geld, al die tijd en al die middelen aan had kunnen wenden om daadwerkelijk dat dan ook op een manier te gebruiken waaraan die kinderen en gezinnen wat hebben. En dat gebeurt niet nu. En dan vooral vanuit het niet problematiseren, maar gewoon vanuit het gaan doen, inderdaad. Ja. En vanuit iets positiefs doen, die kinderen hoop geven, perspectief bieden. Dat. Want als je dat doet, kan je al heel veel andere dingen oplossen. Daar is niet alles mee opgelost, maar daar begint wel een stuk van de oplossing. Als je dan over therapie hebt, dat is de basis, nog voordat jij kan gaan peuteren. Je ziet nu dat dit soort mensen, die willen gewoon direct bats naar de wond. We trekken alle kosten open, dan wordt het moeilijk. Het gedrag wat er dan uit voortkomt, wordt bestempeld en is ineens een gedragsprobleem. En we gooien het kind over de volgende schutting. Ja, juist, we weten niet wat we ermee moeten. Dus wat een healing crisis dit is te complex. Ja, ja, dus maar, en dan kan het kind inderdaad over de volgende schutting. En uiteindelijk kom je dan met al die kinderen die uiteindelijk hetzelfde probleem hebben. Die hebben geen vertrouwen meer in hulpverlening. Want als jij 10 hulpverleners hebt gezien en je bent over elke volgende schutting heen gegooid, dan is je vertrouwen in hulpverlening is wel tot een nulpunt, nou beneden het nulpunt gedaald. En dat kan wel. Ja, zeg maar. Die context is zo belangrijk. Dus je zal eerst een vijver moeten creëren en een context, wat jij zegt, perspectief bieden, afleiding bieden, invulling bieden, veiligheid bieden, rust, gewoon. Nou, en misschien is nog wel het allerbelangrijkste, dat is inderdaad allemaal wat je nodig hebt. Maar wat het allerbelangrijkste is ook, dat het niet voor het kind wordt ingevuld, maar dat er samen met het kind, en dan moet dan iemand zijn die ook nog in staat is om de juiste vragen te stellen en het juiste niveau heeft om dat te doen. Want je merkt ook heel vaak dat er gesprekken met kinderen worden gevoerd door mensen, maar die zijn helemaal niet in staat om in te schatten wat het antwoord van het kind eigenlijk zegt. Waardoor je dus nog verder van huis komt. Ja, en zelfs de meest gevierde orthopedagoog, generalist, weet ik wat. Jongen, dat je denkt van ja, maar het is heel leuk dat je een papiertje hebt. Maar als mens ben je inderdaad niet in staat, kennelijk, om te horen wat er juist in de witruimte tussen die woorden wordt gezegd. Ja, en ik denk ook dat heel vaak, kijk, als je kijkt naar de hele jonge generatie die afgestudeerd is dan, en maar die eigenlijk helemaal geen levenservaring heeft, totaal niet, maar dan wel inderdaad vanuit de boekenwijsheid gaat doen wat zij denkt wat goed is. Wat heel belangrijk is, wat hulpverleners, vind ik zelf, wat heel te weinig gebeurt binnen de hulpverlening, maar ook gewoon in de samenleving, is dat je bij elkaar checkt of het klopt wat jij denkt. Dus een gedragsdeskundige die signaleert iets en gaat dat opschrijven. Maar checkt vervolgens helemaal niet of wat zij signaleert over dat kind, of dat ook wel klopt met wat er echt is. En dat is natuurlijk waardoor het ook heel vaak ontspoort. Er wordt niet gecheckt met de persoon waarover het gaat, of het wel klopt wat die ander als mens denkt. Niet eens denkt. Een ervaringswereld kan zo ver uit elkaar staan dat het begin inderdaad, en dan komen we weer terug waar we begonnen, zou moeten zijn dat je elkaar niet verstaat. Dat je daarvan uitgaat.
Dat is een zorgvuldigheid en een respect wat je in de basis altijd zou moeten dragen. Ja. Het dat zou je uitgangspunt zijn. Ergens binnen wandelt. Ik vind het al zo impertinent. Het is zo ongelooflijk indringend en invasief. Wat dat met je als mens doet. En dat tot in het uiterste. Hè, dat er hele kolonnes politie mensen binnenlopen. Uit het niets. Kinderen wegtrekken. Bont en blauw. Want dat is wat we gecreëerd hebben hiermee. Want ook dat kunnen we dan in datzelfde idee kennelijk. Van waar, want het is toch een soort bijna sectedenken. Een soort bubbel. Ja, als ik lees vanmorgen dat 800.000 kinderen uit huis geplaatst worden in Nederland. En dan zie ik de hulpverleners zeggen alleen maar nee, maar we zijn gelukkig geen koploper. Maar dan denk ik, lees even wat er staat. 800.000 kinderen worden in Nederland uit huis geplaatst. Hoe kan dat? Hoe kan dat als een land, als we als land zeggen, de kranten staan er vol mee. Nederland heeft de gelukkigste jeugd. Staat ook overal in de kranten de koppen. We hebben de gelukkigste jeugd in Nederland. Maar we plaatsen 8 op de 10 kinderen uit huis. Wat is er dan aan de hand? Dan gaat er toch iets grondig mis in dit land. Ja, ik kan alleen maar ja zeggen. En dan moet je dus ook nog kijken dat van die 8 op die 1000. Ja, en dan hebben we het over vele tienduizenden kinderen. Want het zijn er dus veel meer dan die 46.000 die maar genoemd blijft worden. Dan, als je dan nog gaat kijken dat al 75 jaar lang, dus bijna 80 inmiddels daarvan, ja, seksueel, fysiek, psychisch mishandeld worden binnen de jeugdzorg. Ja. En dat we dus, als je niet gezegd, en er gaat heel veel goed. Nou ja, als jij dus weet dat met inmiddels bijna 80% van deze kinderen, van al deze kinderen die daarin terechtkomen, het leed nog groter is wat hen binnen die zorg wordt aangedaan, dan wat er feitelijk aan de hand is. Want om helemaal niets voor de kinderen, en dat is gewoon een feit, op dit moment ook nog steeds uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld. Ja, er zijn allerlei redenen die er zijn waarom zij zeggen dat ze kinderen uit huis geplaatst worden. Ik heb er vanmorgen een stukje op LinkedIn over geschreven. Als je dus kijkt dat er bij kinderen die uitvallen in het onderwijs, dat daar ook gewoon gedreigd wordt met uithuisplaatsing, dat daar ook kinderen echt uit huis geplaatst worden, wat dus een onderwijsprobleem is. Deze kinderen die worden via de jeugdbeschermingstafels vaak worden zij doorgezet, zo noem ik het, naar de jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming hebben geen enkele kennis van onderwijsrecht. En helpen deze gezinnen dus ook niet verder. Want als het gaat om passend onderwijs, dan hebben 9 van de 10 kinderen die daar uitvallen in onderwijs, hebben niets in de jeugdzorg te zoeken. Maar komen daar wel uiteindelijk terecht. Ja. Net zoals als jullie verhaal is, dat wat begon als thuiszitter eindigde in de gesloten jeugdzorg. En gelukkig is ze nu weer thuis. Maar dat is een uitzondering. Heel veel kinderen komen niet meer uit die gesloten jeugdzorg. Maar en hoeveel duizenden uren heeft dat gekost met een team van uiteindelijk bijna 90 man? Ja. Jaar in, jaar uit. En als je dat zou verdisconteren, en dat gaan we nu bekijken en berekenen. Wij komen al over de 1,5 miljoen heen als we iedereen normaal zouden hebben uitbetaald. Om te zorgen dat je dat wat in gang gezet is, volkomen onnodig ook nog in gang gezet. Bij echt gewoon louter kabouter. Uit de lucht gevallen en de dikke duim gezogen. Nou ja, en omdat het een escalerend werkend systeem is. Ik zie ons nog zitten bij de burgemeester. Er was een onderwijsprobleem. Dat was het enige wat opgelost moest worden destijds. En dat is zo geëscaleerd door het ketenpartnersysteem. En door het over de volgende schutting gooien. Omdat de gemeente dan zelf de verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen. Nee, en de financiering uit een ander potje kan komen, laten we wel wezen. Ja. Ja, het gaat allemaal over geld. En het gaat te vaak, en eigenlijk bijna nooit, over kinderen. Het gaat over de verdeling van het geld. Ik vind het heel bijzonder ook dat in al deze jaren de mensen die werkelijk aan de touwtjes trekken, ja, Doken nog nooit gesproken hebben. Ja, één keer, nog geen 5 minuten. Ja. Bijzonder, toch?
en zo gaat het met veel van deze kinderen. Hoe kan het dat er gedragsdeskundigen ergens achter een bureau, ja, in een prachtig vormgegeven kantoor, ja, met merkstoelen, prachtig gesubsidieerd, ja, zitten zonder mensen ooit gezien te hebben die over levens beschikken? Dus het is een beetje een soort zakdoekje verhaal, hè? Dat idee dat je met zakdoekje leggen, maar dan met een woord, je fluistert het in, je maakt een ketting en je begint met het woord banaan en je eindigt met waterpistooltje. Hoe kan dat? Ja, zo kan. Ja. Omdat in ons systeem ouders en kinderen geen rechtsbescherming meer krijgen op dat vlak. Dus er kan van alles gebeuren. Er kan van alles achter je rug om gedaan worden. En in één keer overkomt het jou als kind en gezin. En dacht je, dit gebeurt, dit overkomt ons nooit. Het kan iedereen overkomen in Nederland. Je weet niet dat... Kijk naar de toeslagenaffaire. Ja. Daar ligt een rode draad richting het onderwijs, richting de jeugdzorg. Het is een bestuurlijk probleem in Nederland wat we hebben. En daar zijn vele gezinnen de dupe van. En de rode draad zijn ook de kruisjes achternamen. En je ziet, ja, ook de data, hoe er gekoppeld wordt. Op het moment dat je dus één probleem in de keten hebt, je, bijvoorbeeld, en dat zijn veel gehoorde klachten, een heel groot probleem, dat als jij je hier tegen verzet, klachten indient bijvoorbeeld, dat onmiddellijk de volgende ketenpartner aangesproken wordt, ingezet, partij gemaakt wordt en er tegen ingezet wordt. Alsof je aanvalt, in plaats van dat je dus alleen maar bezig bent om een balans opnieuw te herstellen in je gezin. Veiligheid bijvoorbeeld voor je kind, in ons geval zelf te waarborgen. Maar dat wordt... Ik weet nog zo dat wij met het hele team zaten, met Peer van der Helm, met een hele goede orthopedagoog, met een traumadeskundige, met de rest, om een goed gesprek te hebben met de GI, met de gemeente en ik vergeet nooit dat daar een bestuurder zit die het letterlijk zelf nog herhaalt. En het vertaalt als, ja, maar de tegenmacht in deze casus is ook dusdanig groot. In plaats van, jeetje, er zijn hier zoveel mensen zo diep en intens betrokken om het juiste te doen. En te proberen te communiceren wat dit kind en dit gezin nodig heeft. En dat wordt uitgelegd als een tegenmacht. Dat raakt voor mij de kern van waar het hier over gaat. Hoe kun je het zo uitleggen? Hoe kun je in die perceptie verkeren? Überhaupt als je in de jeugdzorg werkzaam bent. En hoe kun je in godesnaam een bestuursfunctie hebben als dit je state of mind is? Nou ja, en ook wat ik ook een heel groot punt vond, is dat er gedacht wordt... ook door bestuurders, dat een uithuisplaatsing niet traumatisch hoeft te zijn. En dan vraag ik mij af, hoe kan het dat deze mensen op deze functie zitten, als je denkt dat een uithuisplaatsing niet traumatisch hoeft te zijn, en dan ook nog in dit dossier, waarbij er rapportages liggen, en niet één, van de meest deskundige mensen op dit gebied, waarin stond dat dit kind nooit meer uit huis geplaatst mocht worden. De GI beloofde dit ook. Die heeft toegezegd dat ze geen drang en dwang meer toepassen. En op het moment dat er moeilijkheden in de communicatie komen, wordt er gewoon beslist, wij plaatsen dit kind wederom uit huis. Wij gaan wederom een uithuisplaatsing aanvragen. Alleen omdat er een stukje communicatie niet loopt. Nou, dan denk ik... Heel goed, maar er was de instellingen... Ja, het ging over geld. Er was een onderaannemerschap van de ene instelling naar de andere, waarin men het niet eens werd over geld. Want dan moet het budget, wat al van tevoren toegekend is, want op dat moment is het kind een asset, hè? Het kind is van de instelling. En als zodanig wordt een kind dus ook behandeld. Dus de ene instelling zegt dan, dit kind is van mij, je krijgt het niet. Serieus, want zo gaat het. Want u heeft nog niet getekend, dus wij willen het kind terug. Dan wordt er vervolgens iets heel anders gedaan. Het kind wordt letterlijk, ja, als asset teruggehaald. Ja, door 3 politieagenten en 2 medewerkers onder valse voorwendselen. Dat is bekend ook. Dus dat wordt met geweld
uit haar bed getrokken terwijl ze ligt te slapen. Zwaar getraumatiseerd, mishandeld, misbruikt, verkracht. Dus ja, niet zo handig om te doen met een kind met dikke, vette CPTSS. En dit soort trauma's. En dat gaat dus... Nee, maar zelfs als ze dat weten, dus dit was allemaal bekend, dit wisten ze, dan nog gaat het dus niet om dit kind. Het gaat niet om wat heeft dit kind nodig. Dit kind had heel duidelijk gezegd, ik wil nooit meer uit huis. De professionals hadden beschreven dat het einde van haar leven zou betekenen. Dan denk ik, hoe kan je dan als bestuurder je handtekening zetten onder wederom een aanvraag tot uithuisplaatsing? Het is een herhaalgeschiedenis. Hoe kunnen wij met een burgemeester aan tafel zitten die dit kind zelf belooft? Ja, dat weet ik ook nog. Ja. Ja, en vervolgens dezelfde stap doet. Ik een brief schrijf. Ja. Met alles wat er in deze instelling misgaat. Het bewijs zelfs leveren, de foto's ervan stuur, de opname ervan heb. Maar er vervolgens meerdere keren politie in mijn tuin staat om mij te bedreigen met een psychiatrische interventie, omdat ik de burgemeester zulke rare briefjes schrijf. Ik kan deze twee niet rijmen. Nee, nou ja, we kunnen één ding concluderen. In al deze casussen, en dat is er niet één, staat het belang van het kind... staat het belang van het kind nooit voorop. De geldpotjes staan voorop. De machtsmiddelen die gebruikt worden staan voorop. En het kind is eigenlijk al lang met het badwater weggegooid. Ja, en dat is inherent aan het systeem. Ja, omdat het een escalerend werkend systeem is. En een escalerend werkend systeem, het ketenpartnersysteem, wat elke keer opschaalt, waar dus een kind over elke volgende schutting gegooid wordt, gaat nooit uit van waar het probleem echt zit. Want het wordt steeds verder geëscaleerd. En dan word je uiteindelijk complex genoemd. Maar jij als kind bent niet complex. Het systeem heeft je volledig uit zijn kracht gehaald. En heeft jou als kind gewoon nooit gezien. En het ging helemaal niet over het kind. Het gaat over wat al die volwassen mensen met elkaar aan die grote overlegtafels met elkaar bedenken. Ik heb zelf ooit eens een keer een grote foto op tafel gezet en gezegd, kijk, hier praten we over. Dit is de mens waar we het over hebben. Dit is het kind waar we over praten. En dan zie je mensen even iets anders reageren en sommige mensen begrijpen het echt. Maar de meesten zijn bezig met wat hun functie is en en wie moet wat betalen aan deze tafels. Daar gaat het over. En de belangen vervolgens en de overtuigingen, want dat is een andere tak van sport hierin. Het hele team komt hier terug van het interview met Peter Dijkshoorn. Ja, want ik vind het leuk. Zullen we binnenkort even verder kletsen? Is helemaal goed. Gaan we doen, ja? Hey, dankjewel. Doei, fijne dag. Doei, doei. En liefst voor Snuffel en de andere. Doei, doei. Doei.